Kom, we gaan over naar Astrid Brian, want ze is bij ons toegekomen. Dag Astrid. Hallo. Ja, dat is niet raken, hè? Is dat in Amerika zo, als je kust, elkaar niet raken? Ja, eigenlijk wel. Ja, of wel dat, raken? Nee, dat, echt niet raken. Nee, daarom ook. Op die manier. Hoe gaat het? Alles fantastisch. Ja, je hebt een druk schema, denk ik dan, als je in België bent? Ik heb een enorm druk schema, ja. Maar ik ben heel tevreden van het weer. Vorig jaar was ik er ook rond deze periode, maar zat aan het sneeuwen. Maar dat is toch leuk, als je van een warme côté komt? En... Ja, maar ik vind het toch ook wel redelijk koud nu, want het is een mooie blauwe hemel. Ja. Dus... En zeg, wat is Don John? Don John is in L.A. Ik denk dat hij nu op het moment aan het slapen is, ja. En waarom is hij niet meegekomen? Een enorm druk schema en hij kon spijtig nog niet meekomen, maar... En dit jaar komen we samen terug. En ook mijn broer Laurens. Dus dan is heel de familie te samen. Ja, Stijn, dat doe je dan naar aanleiding van een nieuwjaar vieren, oudjaar? Ja, we gaan hier een nieuwjaar komen vieren bij de Carré. En ook ten eerste bij DJ's. Dus dat gaat heel leuk worden. Ja, en mis je hem nu? Want ja, jullie zijn, als jullie op televisie zijn, Astrid in Wonderland op 5TV, dan zijn jullie altijd zo... Al zo dicht bij elkaar en kussens geven en zo. Mis jij hem nu niet naast jou? Ja, ik mis hem John enorm hard. We skypen veel voordat ik kan slapen, skype ik hem. Voordat ik opsta, als ik opsta, dan is hem juist nog wekker. Dan skype ik hem, maar ik mis hem wel. Ja. Gewoon teksten af en toe. Zou jij nu terug kunnen aarden hier in Antwerpen? Zou jij terug hier kunnen wonen, leven? Zonder een John niet, hè. Nee, daar stel ik op mee. Samen, dat weet ik niet. Ik ben toch nog... Ik ben echt wel L.A. nu. L.A. is my home. Ja. Maar I love Antwerp. Dat moet nog even bijgezegd worden. Ja, goed. We gaan eens even, want jullie even kijken naar een liedje dat jullie hebben gemaakt. Dat heet Baby. It's cold outside. En die ben je dan alleen zonder een John. Maar we gaan eens even kijken naar die videoclip. Ja. Outside. I've got to go away. Baby, it's cold out there. This evening has been hoping that you drop in. Very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother us. Will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, had een John hier zin in? Totaal niet. Een John was mega nerveus. Ja? Wacht, die mensen allemaal niet aan. Maar ja, zo'n muziekvideo maken, dat is voor hem wel... Allee, maar ik vond hem dat heel goed gedaan. Ja, maar hij doet dat goed. Hij heeft natuurlijk geen zangstem. Ja. Hij praat eerder. Ja. Maar waarom wilde je met hem iets doen? Baby It's Cold Outside was altijd al zo'n nummer dat ik altijd had willen doen, omdat dat zo echt zo een Christmas spirit, een winternummer is in Amerika, heel populair daar. En ik had altijd gezegd, oh, kom John, dat moeten we doen, want dat is eigenlijk zo'n beetje ons verhaal. En dan zei hij, oké, darling, let's do it. Maar die dacht dat ik dat nooit ging menen. En uiteindelijk heb ik het dus wel klaargekregen. En dan zit hij nu mee in een videoclip, vereeuwigd in een videoclip. Ja, maar ik vind het goed. Hij heeft dat heel goed gedaan. Ja, zeg, de mensen denken natuurlijk van, ja, je bent wereldberoemd in Vlaanderen, ook in Nederland, want daar ben je ook in de reeks. Je bent uit de reeks gehaald hier, geknipt als het ware, om daar ook te gebruiken. Want ze vonden dat zo straf wat er hier in Vlaanderen met jou gebeurde. Ja, ik verschool. Ik vind, ik kom tussen de Nederlandse Hollywoodvrouwen zitten. Ik heb toch totaal geen Nederlands accent. Die mensen gaan mij nooit verstaan daar. Maar dat is mijn ondertiteling. Dus en wereldberoemd in Vlaanderen en in Nederland dan. Maar wat jij nog allemaal gedaan hebt, ik heb het opgezocht. Armani, Gucci, zelfs Colgate. Toch? Wat is dat pakket helemaal? Ik heb heel veel modellenwerk gedaan. Ik heb dan toch wel bijna meer dan 3 jaar in Milaan gewoond. En dan veel shows gelopen daar. En tv-commercials gedaan, bijvoorbeeld voor Colgate. En dan moest je lachen gewoon? Of? Ja, zo met een big smile. Maar er waren ook nog andere meisjes. Maar dat was heel cool. Dat was een heel leuke ervaring om daar ook te wonen en zo. En dan toch de grote plas overgestoken. Ja, dan ben ik ook naar New York gegaan voor een jaar. En dan was ik met een onkel gaan bezoeken in L.A. En dan dacht ik, wauw, L.A., that's it, I want to move here. 6 maanden, dan heb ik dan John leren kennen en dan ben ik verhuisd. Ja, en dan ben je ook getrouwd. Dan ben ik Is jouw naam ook veranderd naar Astrid Brian? Astrid Brian, ook omdat dat zoveel makkelijker is. Nyans, dat kunnen ze daar niet zeggen. Ze hebben al moeite met Astrid te zeggen. Is het echt, ja? Die... 10 keer herhalen al. En wat zeggen ze dan? Astroid. Astroid.
Astro. Ja, ze kunnen dat gewoon niet zien. Ik moet altijd spellen. Ja. Maar het komt goed. Ben je wereldberoemd in L.A.? In L.A. ben ik helemaal niet zo bekend of zo. Wel, sommige mensen kennen mij wel een beetje, maar ik ben echt wel niet... ben niet no celebrity over there. Nee. Ben ik heel gewoon. Ja, je wordt daar niet geïmiteerd? Nee. Hier wel. Tegen de sterren op. Astrid Bryan is in de studio bij topproducer Reggie om een dance remix te laten maken van haar single Sooner or Later. This is echt de bangelijkste day of my life. Imagine een remix van mijn single door the world's best producer. Oh my god. Hallo. Waar zijn die handjes? Hey, hallo, welkom. Thanks. Ja, zeg het nu zelf eens. Deze is echt de... The best day of my life. Vind je dit grappig? Ja, ik vind dat eigenlijk heel grappig. Dan denk ik van, balk ik echt zo? Dus waarschijnlijk wel. Ja, ik vind dat wel heel goed gedaan is. Ja? Ja. Maar sommige mensen kunnen niet lachen wanneer ze zien dat die kenmerken natuurlijk uitvergroot worden. Je hebt er geen problemen mee. Oh, nee, ik vind dat wel een eer dat ze mij zo naan. Want ja, inderdaad, cool. Is dat in Amerika zo, zo het verlengen van woorden? Hoe komt dat? Want dat had je vroeger toch niet, denk ik? Nee, denk ik niet. Ja. De mensen bellen er misschien wel zo. Of misschien ben ik de enige. Ik weet het niet. Ik heb daar nog niet bij stilgestaan. Ja, maar we hebben nog een fragmentje, want het gaat over de handtassen die je een naam geeft. En... Veel handtassen. En dit is eigenlijk ook een van mijn lievelingskluitjes over 's avonds van Burberry. En dit vind ik ook wel heel zo rock'n'roll. De Kelly bag. Je kunt daar 's avonds niet mee weg, want dat is zo'n klein klutje. Schattig, hè? Wat ik ook nog altijd een old school vind, is de Balenciaga bag. Klein Marc Jacobs bag. En mijn eerste zo chique handtas was de Chloe, de Paddington. Dat is zo echt love this bag. Mijn Sonia Riquel butterfly bag. Dat is een 42 inch. Die hebben allemaal hun naam. Deze Miu Miu zakje. Die hebben echt allemaal een naam. Maar in het echt noemt hij bijvoorbeeld wel de Chloe Paddington. Dat is het modelnaam van die handtas. Dat heb ik niet uitgevonden. Zo. Ah, oké. Okay. Het is niet dat je zelf allemaal de Chloe noemt en dan ik neem vandaag de Chloe. Chloe is Mergen en de Paddington is het naam van het model. Ah, oké. Okay, ja, ja. Maar de Pussy Wagon heb je wel zelf... Ja, dat is mijn... Ja, dat heb ik wel zelf uitgevonden. Word je hier in Vlaanderen nu geconfronteerd met al die dingen en dat je denkt van oei, ik leef gewoon zo en mensen vinden dat hier speciaal? Ja, want voor mij is dat allemaal normaal. Ik denk dat ik heel normaal ben, maar precies wel niet. Want ja, de mensen die zeggen van, oh, zeg deze, zeg dat is primed out en chromed out en pussywagen. Dat is amazing. Ja, amazing. Zeg, en jij wordt gevolgd door cameraploegen. Is dat ingrijpend in jouw leven? Dat is wel heel... ik ben dat nu al gewoon. In het begin was dat zo echt aanpassen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar zo na zo een heel seizoen zo maken, dat is wel heel... het is ook heel vermoeiend. En soms is dat wel zo van, ik wil mijn privacy even hebben. En zeg je dan echt van, jongens, buiten? Want ja, een cameraploeg vertrekt hier naar Amerika, komt filmen. Jij weet dat ook. Dat is een week lang, denk ik, dat jij gevolgd wordt. Ja, ja. Dat je verschillende dingen moet doen. Ja, of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is eigenlijk meestal echt mijn planning van normaal. Die komen dan van 's morgens tot 's avonds laat en die hebben mij en zo. En soms heb ik wel eens een day of holiday. Maar dat is dan gewoon om te relaxen en even uit te blazen. Maar je hebt nog nooit gezegd, jongens, nu even niet, het gaat niet. Als ik echt zo heel moe ben, denk ik van, oké, that's it for the day. Dan ben ik echt te moe ben of zo. Maar het is een heel leuk team. Dus ik voel me eigenlijk heel comfortabel met de hele crew. Dus ik heb heel veel geluk met het team. Ja, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Als je de hele dag samen op stap gaat, dat je toch een beetje overeenkomt. En ook Don John en mijn broer Laurens, die vinden dat ook heel... Die zijn heel comfortabel eigenlijk. Ja, ja. Ja. Is dit nu het begin van iets? Want wat brengt de toekomst voor jou? We gaan zeker een tweede seizoen. We gaan binnenkort al terug beginnen filmen. En very excited om nog veel meer te tonen. Ja, want je hebt mee in Loft gedaan? Ja. Je moet zo'n klein gastrolletje. Ja, je moet even zo kijken en zo doen alsof je niet geïnteresseerd bent, denk ik, in iemand. En dan, muziek. Ja, muziek en... Maar misschien komen er nog wel meer dingen van de film. En dan, seizoen 2 van Astrid in Wonderland, er nog zoveel meer komt zijn, er ook weer aan. Dus, ja. Volg jij ATV in Amerika, in L.A.? Nee. Want je kan het volgen op de livestream. Kijk, wil je eens even kijken? Je kan gewoon
livestream kan je alles volgen. Dan ben je toch op de hoogte van het nieuws gewoon. Ja, ja, ja. Nee. ATV.be. ATV.be. Let's check it out. Let's check... En jij smijt er nog altijd zoiets tegenaan. Zo. Ja. Ja. Zeg, nu ben je weg. Wanneer vertrek je terug? Ik ben hier tot 14 december. 14 december. En dan ga je naar L.A. voor een aantal weken en dan kom je terug. Ja, en dan gaan we kerstmis vieren in L.A. Mijn ouders komen, dus I'm very excited. Ja. Zeg, en dan blijf je ook een tijdje? Ja, dan kom ik terug 28 december tot 8 januari. Ja, en dan, en dan terug naar Ginder, terug genieten van de warmte. Ja. Daar komt het op neer. Wat, vandaag nog een drukke agenda? Nog een heel drukke agenda. Ja? Ja. En nog vanmorgen op Q Music, op en, allerlei... En straks blokken. I'm very nervous. Blokken? Ja, een quiz. God, voor een goed doel waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Voilà. Oké, geniet ervan. Doe de groeten aan John. Bedankt om langs te komen. En dit was Hallo Antwerpen. En wij zijn er heel graag terug, nu donderdag. Tot dan.